Naast mij, ik hoop dat ik het goed zeg, aanstormend talent, Lars van der Wetering. Lars, welkom voor DVS TV. Dank u wel, Piet. Oké, Lars, allereerst gefeliciteerd met het feit dat je een A-contract in de wacht hebt gesleept. Ja, dank u wel. Ik ben er erg blij mee. Hartstikke mooi. Je hoeft alleen maar te praten als de microfoon ervoor is, hè? Ja? Kleine cursus, DVS TV. Goed omgaan met de pers en zo. Nou, hey, Lars, waar is jouw voetbalcarrière begonnen? Die is begonnen bij VVG in de F'jes. Toen, uiteindelijk kwam ik in de F1. Toen naar de E1, D1. Toen nog één jaar C1. En toen ben ik hier beland. Ja? Ja. Uit eigen beweging? Twee jaar daarvoor ben ik al een keer benaderd door DVS. Maar toen had ik nog naar mijn zin. En op het moment, dat jaar was het niet zo'n leuk jaar bij VVG. En de vader van Heiko, die ken ik dan natuurlijk goed. En die zat hier. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Dus, je hebt Peter Epe. Ja. Die heb je als trainer gehad in de B1, dacht ik, hè? Ja, in de B1 en de C1 ook af en toe training van gekregen, ja. Okay. En toen A1, ook leuk team? Ja, het was een leuk team. Alleen het seizoen was iets minder. Ze zijn gedegradeerd toen. Dus hoog niveau kan gebeuren, ja. En nou, furore maak je met het tweede. En 4 aan kop, 4 punten voorsprong, hè? Ja, dat klopt. Ja, we zijn er erg blij mee, denk ik. Vorig jaar natuurlijk net niet. En eigenlijk vanaf het begin dit seizoen hebben we gezegd van... joh, we gaan ervoor, voor het kampioenschap. En we zijn goed op weg, denk ik. Als je die voorhoede ook ziet in het tweede. Jordi, jij, Isa, Michael, Moussa. Om je vingers bij af te likken. Ja, die samenwerking gaat erg goed, ja. Meestal. En ik denk ook als je ziet hoeveel doelpunten we hebben gemaakt, dat je dan leuke aanval, denk ik zo. Ben je de topscorer van het tweede? Ja. Hoeveel doelpunten heb je erin liggen? 22. 22? Ja. Voorwaar, dat is een leuk aantal. Volgens mij komt er nog één aan in de A1. Martijn van Duschoten, die heeft er denk ik ook al 23, 24 in liggen. Ja, Matthijs, ja, die 22 denk ik ook, zoiets. Ja. Wordt misschien nog wel een concurrent. Nou, heerlijk toch, allemaal eigen jongens. Ja, zou kunnen. Ja, ja, is goed. Concurrentie, toch? Ja, precies. Hey, maar je traint al één keer per week gewoon mee met de A-selectie, hè? Daar leer je denk ik wel heel veel van. Ja, dat klopt. Vooral de trainer dan. En ook de jongens omheen met veel ervaring. Daar krijg je tips van. Die coach je op bepaalde momenten met de druk zetten, met het rustig blijven enzovoort. Ja, dat helpt gewoon heel erg. Hoeveel vrije trappen heb je er eigenlijk al in liggen? Want ik zag die vrije trap afgelopen zaterdag. Die lepel je werkelijk achterloos in de linkerbovenhoek. Ja, 2. Dus eigenlijk daarvoor schouw ik ze allemaal het over het vangnet heen. En een beetje oefenen. En nu 2. Dus, Was je behouders die penalty die je miste tegen AZSV tevreden over de tweede helft? Ik denk dat we een goede tweede helft hebben gespeeld. Alleen... op het laatste moment wat onoplettendheid. En daar krijg je die goal tegen. En dan penalties, dat blijft altijd een loterij. Dus. Je speelde toen al zeer acceptabel, Lars, mag ik zeggen. Nou, dankjewel. Ik zou zeggen, namens DVS TV, ga zo door. Het gaat helemaal goed komen. Okay, veel succes. En dan nu natuurlijk ook met Roland ten Berge. Roland, een beetje vervelend weekend gehad? Ja, best wel. Ja. Ben je niet goed opgevangen door je gezin? Oh, dat wel, maar blijft toch in je hoofd zitten. Ja. Is vreselijk, hè? Nou, nee, dat ook niet, hè. Er zijn veel ergere dingen in de wereld, gelukkig. Of gelukkig niet, maar... het is maar bijzaak, voetbal wat dat betreft, maar... Het is gewoon vervelend in de voetbal als je zeg maar, vind ik, onterecht verliest. En dat er eigenlijk te veel dingen zijn speelden er die invloed hebben gehad op de wedstrijd. Maar ik moet ook zeggen dat we gewoon zelf ook een aantal kansen hebben gehad, maar ook een aantal keren niet goed verdedigd hebben. Dus we moeten ook naar onszelf kijken natuurlijk. En al met al, ongelukkig resultaat. Met jou goed vinden, wil ik het even over. Vannacht werd ik wakker en ik dacht, er is een beetje een structureel probleem. Heel veel ballen
die de tegenstander maakt. Het begon met Marta bij RVVA. Toen AZSV ook door het midden via Mascoel. En toen die tikte even op Schutten. En nu met Curti González. Veel ballen daar in het centrum. Structureel probleem of niet? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dan moet ik eens even denken, want wij hebben wel eens een keer een analyse gemaakt van waar de meeste tegengoals vandaan kwamen. Dat heb ik zo even niet op mijn netvlies. Maar ik weet wel dat... verdedigen doe je met z'n allen natuurlijk. Hè? Dus wij spelen natuurlijk wel op een manier waarbij wij heel veel lopende mensen hebben. Ook aan de zijkant dat we met beide backs heel aanvallend spelen. Ja, en je gaat ruimtes achterlaten. Dat is heel anders dan dat je op de omschakeling voetbalt. Maar wij geven ook veel ruimtes weg. Maar dan gaat het er ook weer om, van als je de bal dan verliest, dat je dan ook weer zo snel mogelijk druk op de bal ziet te krijgen. Dan kan iedereen in ieder geval weer in positie komen. En dat hoort ook bij verdedigen. En dat begint dan ook voorin. Dus al met al hebben we daar ook een taak in als team zijnde. En dan moeten we niet alleen naar de achterste kijken. Het bestuur van DVS heeft vrij alert gereageerd en is heel vroeg in verweer gegaan. Maandagmorgen gelijk, heb ik het idee, hè? Je hebt het over Mike nou. Hè? Over Mike Arends. Ja, dat klopt, ja. Dat is wel een goede zaak. Nou ja, vind ik ook. En terecht, want dat lijkt natuurlijk helemaal nergens na. Dat is echt werkelijk waar schandalig. En de situatie zou dan gewoon zo zijn dat wij 4 rode kaarten krijgen. Waarvan er dan waarschijnlijk 3 worden vrijgesproken. Dus dat betekent 3 keer een speler niet op het papier kunnen zetten, niet kunnen meedoen bij ons. Maar ook nog eens 3 spelers die tijdens de wedstrijd, vroegtijdig de wedstrijd, moesten verlaten. En wat invloed heeft gehad op de wedstrijd en zo ook zaterdag. Dat is een zeer trieste situatie. Heb je de samenvatting van Capelle IJsselmeervogels toevallig ook al bekeken? Die heb ik toevallig vanmiddag bekeken. Wat ik nog even kwijt wil over onze eigen wedstrijd. Ja, dat is goed. Kijk, wat mij verbaast is dat die gasten met z'n vieren zijn. Dus je hebt een scheidsrechter die fluit, je hebt twee gasten die vlaggen en je hebt een vierde man. En dan kan ik er niet bij dat er niet één van die gasten even een seintje geeft of even roept van dat heb je niet goed. En in meerdere situaties, hè? Want ook die nummer 5 had natuurlijk gewoon die tweede gele kaart moeten krijgen. En die had eraf gemoeten. Maar goed... Dan denk ik van, je bent met z'n vieren, waarin help je elkaar? En datzelfde moet ik ook zeggen van, wat helemaal actueel is natuurlijk, is wat er gebeurd is bij Arkema. Wat natuurlijk veel erger en triester is. Maar ook daar waren ze met z'n vieren. En scheidsrechter zegt, ik heb niks gehoord. Maar dan denk ik van, ja, wat hebben die andere vieren, wat hebben die gedaan dan? Dus help elkaar dus. Maar, ja. Overigens een pracht van een statement van VVOG. Ja hoor. En Harkema's boys. Absoluut, beide. Ja. Hartstikke mooi. Wat mij opviel bij IJsselmeervogels, als ik het daar nu over mag hebben. Ja. Dat was dat Makiso Dila. Die speelde hier rechtsback. Hè, toen die stond tegenover Ali Akla. Dat eerste doelpunt. Ik zie het nog zo voor me. Die bal die er zo in rolde. Die speelde een linie meer naar voren. En maakte ook 2 doelpunten. Nou, klopt. Volgens mij heeft hij... ik heb toevallig vanmiddag even gekeken. En heeft hij... volgens mij nou 4 keer gescoord in de laatste 4 wedstrijden ook. Of 3 wedstrijden. Hij heeft nou 2 keer daarvoor allebei 1 keer. Dus ik ken zijn verleden niet. Ik weet dus wel dat hij nou de laatste paar wedstrijden wat voorin staat. Een snelle speler, is fysiek sterk. En hun hebben afgelopen zaterdag een beetje op de omschakeling gespeeld. Dus Capelle laten komen en vanuit de omschakeling eruit. En dat heeft hun ook die doelpunt opgeleverd. Sander van der Heijden liet het een beetje in het midden wat hij aanstaande zaterdag gaat doen. Of zelf het spel maken of de omschakeling. Wat denk jij? Ja, maakt me niet uit joh. Hij moet het ook maar weer van ons zien wat wij zaterdag weer gaan doen. En, dat zien we zaterdag weer. Ik denk dat het voor ons niet uitmaakt wat hun doen. Ik denk dat we beide wel een antwoord hebben. Oké. Maurice is weer inzetbaar? Ja, heeft gisteren volledig meegetraind. En we gaan ervan uit dat hij deze week gewoon de hele week volledig meetraint. En gaat de goede kant op. Dus ik verwacht dat hij gewoon zaterdag wel bij de groep zit. Ja, en voor Mike moet je natuurlijk ook sowieso een stand in hebben. Maar die heb je wel, denk ik. Ik ga ervan uit dat Mike gewoon nog vrijgesproken wordt. Ja, hoop je dat? Ja, dat de KNVB dit ziet. Huh? Ja. Dat zou echt fantastisch zijn, hè? Ja, heb je nog een complimentje voor de cameraman voor de beelden of niet? Van Mike?
Ik heb tegenwoordig op zondagavond alweer contact, hè. Dus, nee, maar iedereen, hè. Dus de beelden werden fantastisch aangeleverd. De mensen, zoals Aad ook, die er allemaal snel achteraan gaan. Iedereen die zijn medewerking daaraan verleent. En nou ja, dan hopelijk ook dat hij nu... nou goed, ja, het is een regel van de KNVB dat je sowieso één wedstrijd geschorst bent. Maar dit wordt allemaal toch gewoon te veel, joh. Allemaal onterecht. Ja, precies. Hey, we wensen je heel veel succes zaterdag tegen IJsselmeervogels. Dankjewel. Voor het DVS TV-journaal, dit keer de man waar het zaterdag heel erg veel om te doen was. En ja, je werd zelfs in de stand door de Schlemiel van de wedstrijd genoemd, Mike. Ja, ik zag het ook gisteren in de krant staan. Ja, ik had een gesprek gehad nog zaterdag met die jongen van de stand door. En ja, een beetje een raar artikel, ja. Schlemiel, ja. Hij bedoelt daar natuurlijk bij dat je er eigenlijk vrij ongelukkig mee was natuurlijk met de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Want ongeveer alles wat je kan bedenken zat tegen. En het begon zo fantastisch. Ja. Je speelde werkelijk als God in Frankrijk. Ja, klopt. Eerste helft speelde gewoon lekker en ja, alles ging goed. En ja, dan mis ik die penalty en dan kom je na rust. Na een kwartier krijg je die rode kaart. Dus dan lijkt het natuurlijk alsof je een beetje slumiel bent natuurlijk. En ja, voor de mensen die het waarschijnlijk dan niet gezien hebben, dan is dat ook wel zo, zeg maar. Beschrijf nog eens één keer dat doelpunt. Jij zette hem zelf op. Misschien gaat de cameraman ook gelijk dat beeld nog weer terug laten zien in ditzelfde weekjournaal. Maar oh, ik vond hem zo mooi. Ja, ik even kijken. Johan kreeg de bal hoog en nam hem aan. En ja, ik kwam in de bal. Ik kreeg hem ingespeeld van Joran. En ik draaide goed weg bij de tegenstander. En ik speelde Christian in. En liep zelf ook door. En hij kaatste hem op Kai. En ja, ik bewoog goed door. En liep de 16 in. En kreeg hem van Kai mee. En ja, ik kon hem aannemen en erin schieten. Dus ja, het voelde al een beetje toen ik zeg maar die bal inspeelde op Chris. Dat ik die bal terugkreeg van Kai. Dat voelde ik al, zeg maar. Dat ik hem terugkreeg. En dan daarna die penalty. Misschien wel een voorbode van het ongeluk wat je trof in de tweede helft. Ja, ja, misschien wel, ja. Beschrijf die penalty eens. Wat had je in je hoofd? Ja, ik had die week daarvoor, als er een penalty zou komen, zou ik hem ook nemen. Omdat Edmund niet speelde. En... dus nu, ja, ik had de bal gepakt en Edmund kwam naar me toe en hij zei, ja, voel je goed, wil je nemen? Ik zei, ja, ik wil het nemen. Dus ja, ik nam en ik had al van tevoren een hoek gekozen. En ja, niet goed genoeg ingeschoten blijkbaar. Ja, inderdaad, dus, ook een mooie reactie van de keeper. Ja, een goede redding ook, maar ja, wel jammer dat het dan na zo'n goede eerste helft, dat hij dan penalty er niet in gaat. Ja. Nou goed, komt die tweede helft, kwartier oud en dan daar ergens... op het middenveld, beschrijf dat eens. Ja, Roald speelde de bal diep. Die centrale verdediger nam de bal aan. En ik kwam van de zijkant kwam ik aanrennen. En hij tikte net de bal weg. En ik kwam net in met mijn been. Dus ik was net te laat. Ik weet niet of ik de bal nog raakte. Volgens mij wel. Maar scheids zag het als waarschijnlijk een overtreding van achter. Waardoor hij rood gaf. Het was niet eens zo echt van achter, meer van de zijkant, hè? Ja, dat vond ik ook. Dus ik had ook niet verwacht een rode kaart. En ja, ik dacht, ik krijg misschien net een gele kaart, maar... Eigenlijk had je die overtreding helemaal niet moeten kunnen maken. Kijk, wat een werkwoord achter elkaar. Moeten kunnen maken, want Ale was er in de tweede helft, had helemaal niet mogen spelen. Dus dan had je ook die overtreding niet kunnen maken. Nee, daarom. Dus het zat allemaal even niet mee net voor die penalty. Dus ja, dat is jammer. Terwijl het wel verder wel goed in de wedstrijd zat. En ja, dat is wel zonde, ja. Slaap je daar nou ook slecht van? Nou, ik slaap er niet minder op, maar ik voel me wel kut het hele weekend. En nu nog. Dus, Vrouw Lief heeft je goed opgevangen. Ja, het was een mooie nacht, ja. Oké, Mike. Het is nou, you know, my lady, fit up scene.
moois te mee. Er is een ander waarvan ik dacht dat ik het nooit blijven zou. Maar vanaf blijf ik het met jou. Oh, oh, oh. Tot slot wens ik namens DVS TV Joop Bakker en zijn gezin ongelooflijk veel sterkte, heel veel kracht. En Joop, kom op jongen.